Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het thema Valentijnsdag. Superleuk natuurlijk om je geliefde of degene die je lief vindt, wie dan ook, te verrassen met een leuk bloemstuk. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Het abonneren is helemaal gratis. Dus blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je al een kopje cursuspakketten. En daarnaast heb je er nog een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt de vorige winactie gewonnen. En je mag contact met ons opnemen via de mail. En dan komt de cadeaubon jouw kant op. En aan het eind van deze video heb ik weer een leuke winactie voor jullie. Dus wil je daar niet missen, blijf vooral kijken. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Allereerst gaan we eventjes... de oase bekleden met folie. We gaan een heel lief bloemstuk maken voor Valentijnsdag. Maar wel met een hele stoere ondergrond. Dus dat is heel erg leuk. Ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst doe ik de folie eventjes om de oase. Zodat hij straks niet op een schaaltje gaat lekken. Zoals je kan zien heb ik een heel mooi schaaltje. Hij is van PTMD, dus echt hele mooie kwaliteit. Leuk om dit merk eventjes weer terug te laten komen. En die zetten we in de hoogte op. En daaromheen doen we dan weer het vilt. Ik gebruik deze kleur aan de buitenzijde. Zoals je ziet hebben we dan een hele leuke basis. We gaan eerst beginnen met het opstellen van de hoogte die we gaan gebruiken. En daarvoor gebruik ik katjes en hier heb ik kastanjetakken. Maar je kan bijvoorbeeld ook kersenbloesem of iets gebruiken. Dan heb ik wat eucalyptus. Je kan deze zowel kort als lang gebruiken. Ik doe het nu in de lengte, maar kort is ook heel erg mooi. We gaan dus echt alleen parallel steken, dus echt alleen maar de lengte in. Dan heb ik hier wat droogbloemen. En deze vind ik heel leuk in combinatie met de kleuren die we aan de buitenzijde hebben gebruikt. En deze steek ik ook weer op verschillende hoogtes ertussen. Omdat het juist een heel fijn steeltje heeft, geeft dat ook een mooi effect. Dan heb ik hier wat Dracena groen en die step ik er wat korter tussen. Mocht je nou een stakje over hebben waarvan je net hebt afgeknipt, kan je die ook gewoon gebruiken. Dus je kan hem, laten we zeggen, splitsen. Dan heb ik de distel. Ook die maak ik wat langer, maar dat kan je ook kort gebruiken. Dus daarin kan je zelf spelen wat je leuk vindt qua hoogtes. Let op dat niks bij elkaar in de weg staat, dus dat het wel allemaal een eigen plekje krijgt. Dan heb ik mooie rozen en die steek ik er wel iets in de hoogte, maar er net tussenin, laten we zeggen. Dus niet helemaal kort op de oase, net wat erboven. En ik maak hem nu op dat hij aan beide kanten mooi is. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon aan één kant helemaal opmaken. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Kijk, en aan de achterzijde is hij ook prima. Ik zal straks laten zien hoe je hem kan opmaken als je hem aan één kant mooi opmaakt. Je doet dan eigenlijk hetzelfde, alleen steek je dan alles aan één kant. Dan heb ik een anjer, die stop ik er wat lager in. En om wat oase weg te werken gebruik ik vibunnen. Je kan eigenlijk allerlei soorten groen gebruiken, maar hier zit toevallig een beetje dat roze kleurtje in. Dus het is wel mooi om een beetje terug te laten komen. Ik splits de vibunnen wel. Dat kan ook prima. Zelfs met de vibunnen kan je spelen met hoogte. Als je er wat hoogte bij tussen wil, kan dat bijvoorbeeld ook. En om er wat Valentijn aan toe te voegen in dezelfde tint, heb ik hier twee hartjes. En ik ga er eentje iets hoger doen en die andere iets lager. Dat is toch echt super leuk. En mocht je nou nog iets oase zichtbaar hebben, vullen we dit op met het grijsige van Tilantia. Je kan het er eigenlijk gewoon zo tussen doen, maar mocht je het prettig vinden, kan je ook even een krammetje gebruiken. En zo zorg je dat er geen oase meer zichtbaar is. Zo kan je op een natuurlijke manier heel leuk een Valentijnsbloemstuk maken. Ik ga je even laten zien, want deze is aan beide kanten gewoon heel erg mooi en spannend. Dus dan kan je hem bijvoorbeeld op tafel zetten. Maar zeg je van, ik wil hem ergens tegen een muur aanzetten, kan je hem iets anders opmaken. Die zal ik jullie ook even laten zien. Kijk, dan kan je hem op deze manier opmaken. Is die iets strakker, werk je echt in rijen. Dus eigenlijk doe je hetzelfde, maar je werkt echt van hoog naar beneden in rijen. Ik heb hier bijvoorbeeld de roosje op dezelfde hoogte, de anjes op dezelfde hoogte, dus eigenlijk alles op dezelfde hoogte. Hier is het wat meer verdeeld, is het meer een tuintje. Dus daarin kan je gewoon zelf je eigen keus maken wat jij leuk vindt om te schikken. Goed, ik zei al dat ik een hele leuke winactie had. En laat mij weten welke van de twee stukken jouw voorkeur heeft. Dus meer het tuintje of meer degene waar er herhaling in terugkomt. Het tuintje is nummer 1 en deze is nummer 2. Dus ik ben heel benieuwd. En je mag ook laten weten waarom je dat vindt. Vind ik leuk om te lezen. En hoop dat jullie wel een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal en blijf te hoog voor alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!